Jan Olijf is hier, grootouders voor het klimaat. Daar ben je van en we praten over het eerste Milieucafé... wat in Horen plaats gaat vinden op zaterdag 25 maart. Hoe zijn we toegekomen om een Milieucafé te organiseren? Uh, ja. Nou, eigenlijk om meer mensen te bereiken en om te kijken of wij ook mensen kunnen bereiken die tot nu toe eigenlijk nog niet zo, nou hoe moet je het zeggen, zo actief naar buiten zijn getreden over klimaat. Het is over het klimaatcafé, eh, zoals we het genoemd hebben. Uh -huh. En eh, wij hebben gedacht, er zijn eigenlijk twee redenen om daar naartoe te komen. De ene, nou eigenlijk drie zelfs. De ene reden is om eh, informatie op te halen te horen wat er allemaal is. De tweede reden om heel specifiek... naar Madelon Oostwoud te komen, te komen luisteren. Daar komen we straks vast op terug. Uh -huh. En uh, de derde reden is... om ook, als je dat prettig vindt... te praten over de zorgen die je hebt... ten aanzien van het klimaat. Dus eigenlijk is iedereen uh, wel welkom. Voor iedereen is wel iets. Ja, en je vertelde al over Madelon uh, van Oostwoud. Uh, zij komt dus... Op dat klimaatcafé vertellen over haar. Nou, um, Madelon Oostwoud, even een beetje van haar achtergrond. Zij mm -hmm. is uh, schrijfster. Ze doet veel, uh, veel voordrachten. En uh, zij is een pionier op het gebied van uh, het zelfvoedsel uh, telen in je eigen achtertuin. En je eigen achtertuin kan een postzegeltje zijn van uh, 5 bij 6. Maar kan ook zoals in in Schellinghout waar zij haar voedselbos heeft een uh, terrein zijn van een hectare of nog veel groter. Ja, want dat is eigenlijk wel iets wat ik zelf dan altijd denk: als je zoiets wil doen, moet je een hele grote tuin hebben. Als je je eigen voedsel uh, zeg maar wilt uh, telen. Nee, dat is dus niet zo. Mm. Um, Madelon heeft daar ook wel een paar hele belangrijke uitgangspunten bij. Zij noemt het niet een moestuin. Maar zij noemt het met een uh, woord waar ik zelf ook even van achter mijn oren moest krabben. Mm. Uh, permacultuur. En ja. permacultuur wil zeggen dat je eigenlijk niks weggooit. En dat je bijvoorbeeld de gewassen die je teelt uh, zo gebruikt dat hetzelfde gewas een jaar later gewoon weer opkomt. Hè, dus een, 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 als voorbeeld, een, een krop sla, trek je niet uit de grond. Maar je snijdt eraf wat je zelf nodig hebt. En je laat de basis en de, de wortels laat je gewoon in de grond zitten. Zodat je er nog meer van kan profiteren. Dus zo zijn er allemaal trucjes om uh, op, een, op, die, op een speciale manier je eigen eten te kweken, voedsel te kweken. Ja, klopt. Madelon ja. heeft ons in het volgesprek heel enthousiast gemaakt. Dus wij hoefden eigenlijk geen seconde te twijfelen of zij uh, daar op een hele positieve manier over duurzaamheid uh, zou kunnen komen praten. Ja, dat is natuurlijk hartstikke goed, want je zei het al. Er is ook een gelegenheid dat mensen onderling met elkaar praten om hun zorgen te uiten. En misschien als je dan zorg maakt, dat je nu echt door te luisteren iets kan doen. Ja, klopt. En het is ook belangrijk dat die zorgen uitgesproken worden. Ik heb dat zelf ook wel eens, dat ik denk: van hey jongens, het is kwart over twaalf volgens mij al, en niet twee voor twaalf. Maar goed, dan moet ik mezelf ook herpakken en eens met iemand anders praten. of eens naar een ander soort televisieprogramma kijken. om weer te zien van. oh, er zijn zoveel lichtpuntjes. Het is nog geen kwart over twaalf. Het is, uh, het is twee voor twaalf, misschien drie voor twaalf. Maar uh, er, is, er, er zijn nog mogelijkheden. om uh, dat hele klimaatprobleem uh, te keren. zodat onze kinderen. En kleinkinderen en de generaties die komen, dat die nog wel een leuke wereld overhouden om in te, in te leven. Ja, dus dat is het, uh, het, uh, het doel ook uh, van het Klimaatcafé: om informatie over te brengen. Ja, klopt. klopt. En ik, ik vind zelf het leuke dat we dat uh, als grootouders niet uh, alleen doen. Het idee is uh, oorspronkelijk van Operatie Klimaat West-Friesland. Uh, die heeft uh, ons benaderd of wij mee wilden doen. En zij heeft ook de jongere adviesraad West-Friesland uitgenodigd om mee te doen met het organiseren van het klimaatcafé. Dus dat betekent dat we eigenlijk in die organisatie al uh, zestigers hebben, de generatie van de zestigers, uh, de generatie van de veertigers, maar ook de generatie van de twintigers. Ja, dus dat iedereen die daarbij betrokken moet zijn, alle leeftijdsgroepen zijn er ook. Dat vind ik zelf wel heel leuk. Ja, dat klinkt ook wel heel goed dat, dat, dat het niet alleen maar een speciale groep er is, maar dat je gewoon, hè, hoe oud je ook bent, je kan dus gewoon terecht bij dat klimaatcafé, hè, omdat er uh, voor ieder uh, leeftijdscategorie, want ieder maakt misschien op een andere manier zich zorgen om het klimaat uh, terecht kan. Ja, zeker, dat is duidelijk. Ik merk dat uh, inderdaad, uh, wat jij zegt, dat ieder zich op een andere manier toch zorgen maakt. En dat dat voor de jeugd, uh, zal ik maar noemen, toch anders is. Dat die eigenlijk veel meer ook nog in de actiestand staan. Dan, dan, uh, en op een andere manier in de actiestand staan dan uh, de, de categorie waar ik zelf bij behoor. Zeg maar de 65-plussers. En uh, het is belangrijk dat wij ook die jongeren de ruimte geven om die actie, om die ook te voeren voor hunzelf. Ja, om op, op hun manier ermee bezig te zijn. Uh, want misschien zelf heb ik ook wel iets dat denk uh, kunnen wij als mens zijn uh, het tij nog keren zo'n klein onderdeel als we zijn van het hele systeem. Ja, ja. Als ik daar voor mezelf het antwoord nee op zou moeten geven, uh, dan zou ik onmiddellijk stoppen met alles wat ik doe. Ja, precies. Uh, dus ik geef altijd het antwoord is ja. Het antwoord is ja. En, uh, maar we moeten er wel wat voor doen. En ik geloof ook dat iedereen op zijn, op zijn eigen manier, op zijn eigen niveau, uh, dingen kan doen. He, dat dat, dat uh, verschilt van bijvoorbeeld iets minder uh, vlees gaan eten. Uh, dat, die zit aan de ene kant. Of het licht uitdoen uit waar je niet bent. Tot... Uh, aan de andere kant, uh, je voegen bij uh, Extinction Rebellion, die nu weer met uh, 2.500 man, uh, veel jongeren trouwens, uh, op de A12 staan. Iedereen, iedereen kan doen wat in zijn macht ligt. En dat is voor iedereen verschillend. En toch, als je dat dus doet, al die kleine beetjes, heeft toch een grote impact. Ja, ja, ik heb er een mooi woord voor gehoord op een cursus die ik volgde. Het, het, het woord uh, footprint, nou, dat zal ook in het klimaatcafé ja. aan de orde komen. Footprint is bij iedereen al bekend. Ja. En dan zeg je van: dit is, dat is hoeveel ruimte ik inneem met mijn, met mijn consumptiegedrag op de aarde. Maar er is nog een andere, andere kreet en dat is de handafdruk. Oh. En uh, het vergroten van je handafdruk, dat doe je door met mensen te praten over de situatie. Dus wat ik nu hier aan het doen ben. Praten over klimaatcafé en praten over uh, de situatie uh, waar we in zitten, is eigenlijk het vergroten van mijn handafdruk. Want daardoor zijn er toch weer mensen, al is het er maar één, zeg ik altijd. Die uh, aan het denken wordt gezet en misschien wel naar het klimaatcafé komt. Precies. En als het er één is, dan is het wat mij betreft al. Ja, ben ik, ben ik natuurlijk niet helemaal tevreden, want ik wil gewoon 70 man in die zaal hebben. Ja, ja. maar goed, ik zeg: gewoon: jij als luisteraar, als enige. Hè? Geef je op, want elk luisteraar is er één. Ja, ja. Uh, dus uh, geef je op. En hoe kunnen ze dat doen? En waar is het precies en zal, hoe laat? Ik zal de poster even voor de camera hangen. Uh, even kijken. Dat zal altijd even mikken natuurlijk. Ja. Dit is onze poster. Het is de bedoeling dat we gaan uh, rouleren in uh, West-Friesland. Wij starten in Horen. In het uh, gebouw van het Octaaf. Dat is tegenover uh, de OSG. De middelbare, uh, middelbare school. Aan de J.D. Polstraat. Grote parkeerplaats, vlak in de buurt. Uh, het is op zaterdag 25 maart. En uh, het is van drie tot vijf. Dus dat is best te behappen. En het fijne is: ja, de meeste mensen hoop ik dat ze met de openbaar vervoer of met de fiets komen. Dat past wel in klimaatcafé. Maar als je toch met de auto komt, omdat je wat verder bent en uh, de bus niet frequent genoeg rijdt, kun je prima parkeren op uh, 50 meter afstand.